Iedereen die deze video liked en abonneert op dit kanaal komt in beeld. Dus ben je nog niet geabonneerd met het belletje aan? Doe dat dan nu. En wie weet kom jij in de volgende video in beeld. Dit zijn in ieder geval de laatste 10 abonnees. Oh ja, en voor ik het vergeet te melden, hier hebben we nog 3 abonnees die al lang geabonneerd zijn en graag in beeld houden. Dus wil jij ook nog eens in beeld en ben je al lang geabonneerd? Laat een comment achter en ik ga je in beeld doen in de volgende video. Like deze video in 3 seconden tijd mensen, anders komt de horror Pikachu Pennywise of wie dan ook naar jou huis toe. En bij de 5000 likes gaan we een Pokémon gevecht houden met de creepypasta die we eventueel kunnen krijgen. Ik weet nog natuurlijk niet welke, maar hey, like even deze video daarvoor. En echt 5000 likes halen mensen. Als je dat doet, dan zijn jullie opperbazen. Vergeet niet te abonneren, druk met het belletje aan. En wij gaan vandaag weer even Pokémon kaarten halen. Ja, jullie vinden deze video fantastisch. Moet ik weer geld uitgeven aan Pokémon kaarten? Nou, hartstikke leuk. Dus wij gaan naar de winkel toe en ik zie jullie zo weer. Lieve leute, we zijn aangekomen bij de winkel, oftewel weer bij de Toy Champ. En dat betekent maar één ding. Wij gaan weer even onderzoeken wat we vandaag gaan kopen in de winkel. En even kijken of we nog meer nodig hebben. Zondag komt er een spectaculaire video online op Daily 2. En hopelijk hebben ze ook iets voor. Mensen, het ligt eraan of deze zondag is de volgende week zondag. Het ligt er maar net aan of ze die gadgets hebben. Maar weet je mensen, wij gaan erop af. En wij gaan even naar die winkel toe. En ik ben ontzettend benieuwd of ze dit product verkopen. Wij gaan naar binnen toe. En ook even Pokémon kaart halen, want die hebben ze sowieso wel. Hey, ze zijn weer terug mensen. Oké, we hebben dus de kleine Pikachu's. En die zou dus heel goed kunnen aansluiten bij Ash. Daarbij hebben we ook hele grote. En we hebben slapende Charmander. Maar die wordt toch niet wakker. Dus we gaan voor de kleine Pikachu. Die is wel leuk. En we hebben Pikachu. Deze Pikachu is een perfecte toevoeging voor Ash Ketchum met Pika. Pika Pika! Oké, ik weet niet of hij kan praten. Maar we hebben dus ook fantastische Pokémon pack gehaald. En het gaat dus om deze unicorn. Ja, het gaat dus over de Galarian Rapidash. En ik moet hem eigenlijk een keer vangen in mijn Pokémon game, want ik heb dat nog niet gedaan. Maar we gaan straks even deze Pokémon kaarten unboxen. En hopelijk zit er een lijpe Pokémon kaart tussen. Allereerste keer dat ik die video had gemaakt, zat er een paar van die lijpen tussen. Laatste keer iets minder, maar ja, die reuze kaart zit er dus bij. Maar wat gaan we zo meteen krijgen? Maar ik heb eigenlijk wel een beetje zin in een Mackie. Toch extra Pokémon kaarten. Toch als we Happy Meal halen, als die niet uit hebben verkocht, want hey, je kent ze, als jullie die Pokémon kaart van mij rippen, dan word ik boos. Like als je ook van Rapidash houdt. En die geef voor een spin onder je bed. En nou is het hoogste tijd om Mackie te halen, want eerst even die Pokémon kaarten uitpakken. En dan gaan we even kijken wat we in die Pokémon kaarten pack hebben, man. Jullie vinden die video's fantastisch om te kijken. Dus dan ga ik ze halen ook, hè. Hey, ik ben wel lief, want anders had ik dat niet gedaan. Laat even achter in de comments ook wel lief ben, want ik ga gewoon Pokémon kaarten om jullie blij te maken. Ook om mezelf een beetje blij te maken. Kom maar, hey, je weet toch. En gaan kijken wat we Pokémon kaarten hebben voor de giveaway. Als jullie meer van deze Pokémon kaarten video willen, laat dan zeker even dat duimpje achter. We hebben dus Mackie gehaald. En ja, mijn camera staat niet helemaal perfect. Maar op zich, het maakt ook allemaal niet uit. Hey, we hebben in ieder geval Mackie gehaald. We hebben dus een Happy Meal besteld. Alleen ik zag niet die Pokémon dingen meer op kaart staan. Tenminste, misschien hebben ze er wel in zitten. Maar ik ben benieuwd wat het speeltje nu is. Wat voor Happy Meal heb je gehaald? Nou, het spreekt voor zich. Kipnuggets en frietjes met, ja, wat appeltjes. Maar ze hebben nu andere speeltjes in zitten. Die Pokémon hype is voorbij. Helaas, ik vond het net zo'n leuke hype. Maar weet je, we gaan kijken wat we nu wel hebben in plaats van niet hebben. Oké, we hebben dus nu in plaats van Pokémon kaarten hebben we dus een Minion met een drakenkop. Kan leuk zijn, maar het is geen Pokémon. En Itoditu met deze. We hebben hier ook nog eens een Minion. Dus we hebben wel 2 Minions gehad. Hey, dus we hebben in plaats van eentje 2. Ik weet niet of dat normaal is voor een Happy Meal, maar oké. Ja, jammer. Ik vond die Pokémon dingen toch wel fascinerend. Ik hou van Pokémon. Op zich, die Minion is ook wel leuk, denk ik. Dus we houden zich wel van bij. Doe, Minion is ook een hype geweest. Of maar nog steeds best wel hype. Maar Pikachu, wat vind jij nou ervan dat we Minions hebben gehad? Oh, redelijke dingen zijn vast, joh. Waarom blijft deze wel zitten? Ah, nu ben je clean. Hey, Pikachu, wat vind jij ervan? Pikachu! Volgens mij klinkt hij niet zo bij. In ieder geval, ik ga even eten. Weer McDonald's friet. Ja, wel, wat had je nou verwacht? Echt met een paar van die nuggets. Ik weet niet of je dat lekker vindt. Nugget met frietsaus, ik wel. Als jullie het raar vinden, ja, oké. Om 3 uur s'nachts weg weer thuis en dan gaan we Pokémon kaarten uitpakken. Tot daar. En dan zit het dan, hè. De Mackie zit in mijn buik. En als hij in mijn dikke buik zit, waar nog, ben me afgevallen. Ondanks misschien mijn Happy Meal. Maar ja, wat is een Happy Meal? Dat is vrij onschuldig, gelukkig. Meer dan dat gaan we niet aan vet eten vandaag. Ik merk dat ik een beetje aan het afvallen ben, een klein beetje. En dat is alleen maar positief. We gaan verder afvallen en eerst naar huis rijden. En dan is het tijd om te wachten tot 3 uur s'nachts. Boos wachten we deze video kan opnemen, man. Of serieus. Maar goed. Oké, mijn naam is Ash Ketchum. En we gaan nu op dit moment Pokémon kaarten uitpakken. Ja, ik ben thuisgekomen. En we hebben ook deze 3. Volgens mij zijn er 3 of 2 van deze kaarten wat erin zitten. Maar die gaan we bij elke pakje die we open hebben gemaakt uitpakken. We gaan ons unicorn pakje even rustig uitpakken, mensen. Dus let's go. Oké, we hebben dus weer Pokémon kaarten. En je weet hoe het gaat. Ik ben vandaag Ash Ketchum. En even een leuk feitje. Als Ash Ketchum zijn, dan ga ik binnenkort een ontzettend leuk video opnemen voor Daily 2. Wat voor video zal het zijn? Laat achter in de comments. Ik heb echt het idee gewoon op zelf opgedaan. Het is mijn eigen idee. Het is nog nooit gedaan internationaal. Ook nog nooit gebeurd. Dus ik ben de allereerste. Maar de eerste Pokémon die we hebben is een fantastische Rapidash. Als jullie goed kunnen zien, deze Rapidash is wel vet, toch? Laten we eerlijk zijn. Het is een rainbow versie ervan. Oftewel een Galarian. Of nee, een Galarian. Oké, ik moet het wel goed zeggen. En ja, hij kan dus Libra Horn. Oké, en hij kan psychisch. Het is een psychische Pokémon, dus logisch dat hij dat kan. En we hebben natuurlijk ook een Pokémon kaart. En deze is dus 210 power, deze Rapidash trouwens. Maar we hebben ook deze, de kleine variant. En ik denk dat dit de originele is. En ja, dit is de OG, man. De original. Deze kan precies dezelfde moves, want het is gewoon dezelfde Pokémon. Het enige verschil is dat deze natuurlijk ontzettend groot is. En
Ik weet niet of dit echte kaarten zijn, die grote. Maar hey, misschien wel hoor. Kan ook zijn dat ze Pokémon XL editie nu hebben. Geen idee. En we gaan weer eens 4 pakjes openmaken. We beginnen met deze Pingwing. Oftewel met Empoleon, mensen. We gaan Empoleon uitpakken. Let's freaking go. S Ketchum. Was Pikachu trouwens. Oh, daar is hij. Hey Pikachu. Pika, Pika, Pika. Oké, duidelijk. In ieder geval, wij gaan uitpakken van de Pokémon kaarten. Woelie. Yeah, leuk. En ik ben ontzettend benieuwd waar erin zit. Dus ja, laten we dat even gaan doen. Deze Pokémon kaart hadden we trouwens gisteren ook uitgepakt. En dat is deze. Dit is een Minfu. Jammer dat er een dubbele in zit al meteen. We beginnen gewoon gelijk met een dubbele. Een Beltoy. Volgens mij had ik deze ook al. We hebben heel veel dubbele alweer. Een beetje zonde, man. Maar voor jullie is het alleen maar leuk. Want deze gaan allemaal op de ruilstapel. En het geldt ook voor deze Pokémon. Deze hadden we ook gisteren al. Ook deze zullen op de ruilstapel leggen. Het zijn er al 3, hè. Dus de eerste 3 die we nou hebben. Geven nou ook geen goede indruk. Van deze weet ik het niet. Jullie moeten even zelf even achterlaten in de comments. Mocht ik dubbele kaarten hebben, laat weten. Maar deze is wel nieuw. Ja, het is niet bijzonder. Maar oké. Okay. Het hoort erbij. Deze leggen we gelijk op de goede stapel. We hebben een Kanto Pokémon. Again. Hey, ik kom wel uit de Kanto-regio, man. Hè. Ik kom uit Pallettown, wist je dat? We hebben hier een Sparrow. Ik vond deze Pokémon zo verschrikkelijk irritant. Sterker nog, ik moet mijn Pikachu inschakelen. Pikachu, weet je dat toch? Met al die Sparrows die achter ons aan zitten? Pika, Pika! Dat dacht ik ook al. Weet je nog wat je deed? Pika! Nee, je deed geen Pika. Je deed bliksemstraal en toen gingen al die Sparrows weg. Nou, ik vind ze zo irritant. Verschrikkelijke Pokémon. Volgende. Dit gaat om een Bellsprout. Bellsprout, Bellsprout. Wat moet ik daar nou van zeggen? Maar deze is wel kinda sterk. Klasse een Bellsprout. Maar Bellsprout is ook allemaal kent. Dat is allemaal de eerste evolutie. Dit is een. De evolutie van die we gisteren hadden. Het sluit heel goed aan op mijn Pokémon kaartendeks. En dat is dus de Eregi Slash. Het zwaard en het schild. Ja, die zijn sterk. Dus die gaan we op de goede stapel leggen. We hebben natuurlijk een Energy Card. Hoort er ook bij. Die gaat altijd op de goede stapel. Daar mag ik wel dubbele van hebben. Want als ik een Pokémon gevecht met iemand ga houden, dan moet ik wel zorgen dat ik energie heb. Volgende. Wat is dit ook alweer? Dit is een item. Maar wat kan ik hiermee? I don't know. We hebben hier een Vespa. Of nou, dat is eigenlijk niet waar. Dit is een Spelpa of zo, toch? Of nou ja, een Spelpa. Een Spielpa. Oké. Okay. Deze Pokémon is niet zo bijzonder. Ja, ik vind hem ook niet echt. Maar we hebben de volgende. Deze is iets bijzonderer. Het gaat om een Gliser. Gliser, Gliser. Oh my god, deze is kapot sterk. Hij heeft één move wat iedereen gewoon één klap mee killt. Maar daar heb je wel 2 normale kaarten voor nodig. En 1 vechtkaart. En je moet maar net die energy kaart hebben. En ja, Pokémon kaarten battle weg voor me en zo. Je hebt heel veel Pokémon kaarten. En je bestaat Pokémon kaarten waar je voor iedere keer moet pakken. Ik weet niet hoe dat precies ook weer werkt. Dat is al lang geleden voor mij. Je hebt altijd pakken Pokémon kaarten en daar vecht je mee. Maar goed, we hebben hier een ontzettend mega grote Pokémon kaart. En de allereerste die we hebben is Turtwig. Dit is een mega editie van de Pokémon kaarten. Ja, net als mega evoluties. En trouwens, die Turtwig was level 10. Volgende Pokémon kaart pakje. Sparrow die hoort trouwens wel op de goede stapel, mensen. Want Sparrow hoort wel erbij. Ook al vind ik een irritante Pokémon. Die mag ik als eerste dood van mij. Nou, oké, dat is niet waar. Volgende Pokémon kaart pakje. Ik heb gewoon negatieve ervaring met Sparrow. Ik ben gewoon iedere keer aangevallen door ze. Of door Beedrill. Zo verschrikkelijke Pokémon. Maar deze Pokémon is wel sterk. Volgens mij heb ik die zelf ook nog gehad. Ashine. Ik weet het niet zeker. Had ik deze Pokémon ook weer gehad? Laat achter in de comments. Had Ash deze Pokémon? Dit is wel een vette, toch? Electroburst 80 dingen. Highmaker van 30. Maar het kan ook zijn dat ik die al had, hoor. Mijn volgende pakje. Volgende is een Esper. Ik weet niet of deze had. Maar dan moet jullie achterlaten. Weet je, ik ga nog een keer sorteren. En dan ga ik even kijken of ik dubbele Pokémon kaarten tref. En die gooi ik allemaal op de brandstapel. Nou, dat is niet waar. We got a Timber. Een Timber, een Timber. Hij zit dus alleen op tin. Nee, dat is niet waar. Hij kan pound. Het is niet zo'n bijzondere Pokémon. Alleen als hij evolueert is hij bijzonder. Dan hebben we deze. Dit is een Slowpoke, maar hij heeft een geel dinges op zijn dinges, toch? Dit is niet de normale Slowpoke volgens mij. Even kijken hoor. Dit is de Galarian Slowpoke. En die zijn goed. Want die zijn ook poised in plaats van Psychisch. Of hij was water en poised. Weet ik niet. Maar dat is wel een goede combinatie, vind ik altijd zelf. Poised had sterk. Psychisch ook hoor. Maar snap je? Psychisch beslaat altijd poised. Maar hey, we hebben hier een. Weet ik ook weer. Een Corphish. Die heb ik ook gehad. Ash heeft ook een Corphish gehad. Weet je dat? Ik weet niet of een Crowdant dat gehad voor mij niet. Maar wel een Corphish. Deze ziet er wel iets specialer uit. En de volgende. Holy moly. Ik ken deze. Wie was dat ook? Oh, dat is. Ken ik niet. Deze ken ik wel. Dat is een Buffalo. 120 power. Hij is goed. Maar deze heb ik nog nooit gezien. Wie is dit eigenlijk? Is het een bijzondere Pokémon? Is het een Legendary? Hij ziet er freaking sterk uit. I love him, man. Oké, die slaan we op. De next one. Dat is een blaadje. Oftewel mijn energy card. Die heb je nodig om een gevecht te doen. En we hebben natuurlijk deze Pokémon card ook. Dat zijn de Fan of Waves. Die zijn nice. Die zijn wel nice, deze dingen. En we hebben deze. Ik ken deze niet. Lijkt niet, is hij goed. Het is een radar. Ik weet niet wat het is. Hij ziet er wel oké uit. En wat wordt hij? Ik ken deze niet zo goed. En last at least. We hebben wederom een Doublade. Ik weet niet of die in de vorige kaart hebben. Ik weet wel dat we er eentje hadden. Maar het kan ook zijn dat het een andere variant is. We hebben ook wel eens dubbele. Dat gebeurt nou eenmaal. Maar je hebt ook iedere keer andere Pokémon kaarten die gemaakt worden. En dat betekent nu weer één ding. Dat we hier weer even een Pokémon van mogen pakken. We hebben er nog 3 in totaal. En deze is namelijk de eerste van de 3. En dit is een Chimchar. Hij is level 9. Start de Pokémon again. De volgende Pokémon training kaart die we uit kunnen pakken. En hier kunnen de Legendaries in zitten. En dat is een Charizard editie ervan. Ik hoop dat er freaking sterke Pokémon zit. Echt bijzondere Pokémon. Waar ik zelf ook gewoon zeg, oh my god. You know? Kan haast niet misgaan. We hebben 25 euro betaald voor dit. En dus dat, we hebben voor mij al 3 keer 25 euro betaald. Dus we zijn al meer dan 75 euro kwijt aan Pokémon kaarten. Maar ik verdien er wel terug.
tafel. Maar snap je, daar gaat het niet om. Ik wil er iets goed voor krijgen. Dat vind ik belangrijker. De volgende. Dat is deze Chew of Capco. Ja, dat is een mooie ijsbeer. Deze is wel lief. Het is een lieve Pokémon, you know. Deze is een Wimpod. Hij kan heel sterk worden als hij evolueert. Ik weet dat. Dan wordt hij echt ontzettend sterk. Zie dat er een sterk in deze Pokémon kaart zit. Dit is er ook een die best wel goed. Ja, tenminste, hij is niet sterk. Maar ik vind deze design van deze kaart. It's amazing. It's just an amazing card, you know. Because it's amazing. I love it. De volgende. Dit is de Cree-evolutie van die Toxic nog wat of zo. Hij is echt sterk. Deze Pokémon is leuk. Het is een elektriciteits-Pokémon, you know. De volgende. Het is een cup of tea. Jou kan ik wel drinken. Volgende Pokémon. Alright, dit is een Flight Cinder. Niet zo bijzonder. Het is gewoon een pre-evolutie weer van iets. En hij kan nog evolueren, dat weet ik. Oké, dit is... Het is een Flygon. Een Flygon is best goed. Want, oh my god, hij kan de Zed Gazer. En deze is kapot lijp. I love you. Oké, en die heb ik nog gekust. Dus kan corona opzitten. Nee, zal wel niet zomaar. De volgende. We hebben ogen. Cause it's watching you. You know? En deze is wel een stuk beter. Ik hou van paddo's. Je ziet de strip. Ik weet niet, hadden we deze gisteren ook? Is het dezelfde of niet? In ieder geval, ik leg hem er wel bij. En de volgende is gewoon weer een supporter van iets. Het is gewoon een man. Ja, een man. Hij doet niet veel meer dan een beetje man zijn. Ja, kan ook wel niks aan doen. En deze. Dit is een Simipoor. En deze waren wel goed. Die aapjes. Je hebt er drie van. En die zijn leuk. En dan mogen we er nog eentje pakken van de grote stapel. En dit is niet de laatste voor de mensen die dat denken. Want we hebben er nog eentje. En dat is een speciale. Maar wat dat is, dat weet ik nog niet. Het is een Piplup. Ik weet dat het speciaal is. Dat is het enige wat ik weet. En dan gaan we het allerlaatste pakje even openmaken. Het gaat om deze pak, mensen. En het is een Sword and Shield pak. Of een Sword and Shield pak. Een Sword and Shield. Moet je het wel goed zeggen, Deli. Het laatste Pokémon Trainer Card pakje. Wat zit daarin? We gaan kijken. Ik heb het bloedheet. Echt waar. En het is ook heet trouwens. De eerste Pokémon. Dit is de allersterkste Pokémon van de game. Als je deze hebt, dan versla iedereen mee. Het is een Magikarp. Ja, een Magikarp. Als je daar tegen verliest, jongen, dan ben je echt een loser. Kom op. Je is zo sterk. Oké, dat is wel echt sterk. Als met deze Pokémon gewoon de Elite Four niet verslaat, dan ben je de slechtste Pokémon trainer die ik ken. Maar is het mogelijk om alleen met Magikarp de Elite Four te verslaan? We hebben ook deze muis. En dat is een Minkino. Kijk, voor die oude Pokémon altijd veel beter. Kijk, bijvoorbeeld deze die hebben we ook al gehad, maar dit is een ander design. Het is een Corphish. Deze Corphish ziet er leuk uit. Ja, het heeft een beter design als wat ik eerder had gezien. De volgende. Het is een Shellos. Ja, ik vind het niet bijzonder. Het zijn nog bijzondere Pokémon. Maar de volgende ziet er wel redelijk oké uit. We hebben een Dino. Een Dino, ja, die vond, ik weet niet of die gisteren ook hadden gehad van een andere versie van. Maar ik vind die dark side, zeg maar, die donkere kant, zeg maar, wel echt mooi. Dino. We hebben deze Pokémon. Dat is een... Deze ziet er wel mooi uit. Hij kan Fury Attack, hij kan Iron Attack. En als je die doet, oké, hij heeft 30 damage dan. Maar hey, 130. Hier heet je de meeste Pokémon in één klap mee. Laat staan als het een ijs Pokémon is. Deze is sterk. Dit is een middeleeuwse Pokémon. Maar dat maakt het wel sterk. Volgende. Het is een Altaria. En we love Altaria. Heeft 90 HP. Hij kan Dragon Meteor en Cotton Guard. Ja, niet zo heel speciaal eigenlijk als je mij vraagt. We hebben een Energy Card. Dat is een Steel variant volgens mij. Of een Normal. Dat is Steel volgens mij, hè? Juist. Als je een beetje goed kan kijken, mensen, dan is het een Steel variant. Ja, dus hij is wel oké. Ik weet niet wat dit voor veldje is. Maar hey, het is oké. We hebben er nog twee. Eigenlijk drie, want de laatste speciaal. Dit is een. En Zwellos. Alright. De laatste. En die Zwellos is trouwens wel goed. Dus de evolutie van iets. En we moeten alleen nog de laatste krijgen. Een High Dragon, die is goed. Eén na laatste. Focus. Een Miltank. Een koe-Pokémon. Hij is wel oké. En de allerlaatste Pokémon die we hebben is... Oh my god. De main is een mega-Pokémon-kaart. Het is gewoon een Pennywise. Wow. Oh my freaking god. Hij is kapot sterk. Kijk dan. Oh my god. Hij is wel heel... Oké, hij is wel in één klap dood. Maar Pennywise. Wat? Hallo, Dilly. Heb je me gevonden? Oh my god. Hij praat gewoon tegen mij. Pennywise, ben jij dat? Ja, ik ben Pennywise. Oh my god. Kom een Pokémon gevecht hebben, ja? Niet in mijn gezicht. Ah, godverdamme. Hij heeft in mijn gezicht gespuugd. Godverdamme, Pennywise. Oh my god, we hebben gewoon Pennywise. En hij praat goed tegen mijn mensen. Dat betekent maar één ding. Als wij de 5000 likes kunnen halen, gaan wij, ja, ik en jij gaan op zoek naar Pennywise. Abonneer op dit kanaal met belletje aan. Dan mag ik jou de volgende keer weer terugzien bij een nieuwe video. Adios. En Ash out. Zondag om 9 uur een nieuwe video op Deli 2. Ga die 100% kijken, want ook daar gaat Ash in voorkomen.